De omgevingswet komt eraan. Dat betekent een andere manier van samenwerken. Zowel intern, met ketenpartners en met de maatschappij. Ben jij bewust bezig met communicatie in een samenwerking? En welke rol kies jij bij de start van een nieuwe opgave? Hoe je anders kunt samenwerken, leer je in de nieuwe online course Anders Samenwerken door de Omgevingswet. Daarin zien we 6 praktische voorbeelden hoe de samenwerking is aangegaan. Zo zien we in het eerste inzicht hoe het waterschap, de provincie en de gemeente in Gelderland samenwerken om een beek weer boven gronds te krijgen. In het tweede inzicht gaan we naar Noord-Limburg. Op welke manier is daar een kant-en-klare bouwsteen water en klimaat ontwikkeld voor de omgevingsvisie en plannen? En hoe bepaalt het Provinciaal Initiatievenplatform in 1 uur tijd een standpunt waar in het verleden weken over werd gedaan? In het vierde inzicht kijken we naar gemeente Culemborg. Hoe evalueert de ambtelijke organisatie de samenwerking bij de ontwikkeling van de woonwijk Parijs? In de H-buurt in Amsterdam-Bijlmer zien we hoe samen is gewerkt bij het realiseren van een buurtmoestuin. En op welke wijze is het eigen DNA van het buurtschap gebruikt in de voormalige gemeente Korendijk toen ze aan de slag gingen met een toekomstvisie? Tot slot brengen we de essenties van deze lessen samen in het laatste inzicht. Laat je inspireren door deze praktische voorbeelden. Deze MOOC kan je alleen kijken of in een werkoverleg, waar we ook een handige toolkit voor aanbieden. Benieuwd geworden? Ga naar omook.nl en volg vanaf 21 mei de MOOC Anders Samenwerken door de Omgevingswet.